De kerstdagen en ook oud en nieuw doorbrengen op een cruiseschip. Het klinkt misschien lekker luxe, maar dat geldt zeker niet voor de Oekraïense vluchtelingen in Druten. Zij kunnen door het hoge water het opvangschip niet verlaten en dat duurt nu al meer dan 3 weken. Door het hoge water is de ligplaats aan de Veerdam ondergelopen en is het opvangschip al weken onbereikbaar vanaf het land. De vluchtelingen hebben af en toe de wal bereikt wanneer de situatie het toeliet. Nou ja, op dit moment, zoals je ziet, is het helemaal omringd door water. En dat betekent eigenlijk al ondertussen voor de 4e keer dat wij de mensen niet meer op of van de boot af kunnen laten gaan. Op een schip worden normaal gesproken 136 vluchtelingen opgevangen. Onder hen zijn geen kleine kinderen. De jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan, volgen de lessen deze dagen online. De gemeente heeft van tevoren de vluchtelingen ingelicht en ze de kans gegeven om alternatief onderdak te vinden. Een groot deel is het ook gelukt, bijvoorbeeld via een werkgever of een goedkoop hotel of B&B in de buurt. Bijna de helft van de bewoners hebben besloten om elders te gaan verblijven. En de andere helft die is hier nog aan boord. Nee, dat hebben ze allemaal zelf geregeld. De mensen die ook van boord zijn ook mensen die gewoon werk hebben. En daardoor ook in de gelegenheid zijn om dat zelf te kunnen regelen. Hoe is het met de mensen op de boot die daar nu zitten? Oh, dat is heel gezellig. We vermaken ons uitstekend. We hebben heel veel spelletjes. Het is er lekker warm. We hebben voldoende voedsel aan boord. We zijn op alles voorbereid. Het is ondertussen in dit geval de 4e keer al. We zijn het gewend. Het gaat heel erg goed. Heel veel gelezen. Er zijn veel spelletjes. Er staat een tafeltennis, een biljart. Mensen zijn aan het borduren. Er is eigenlijk van alles te doen aan boord. Iedere kamer heeft ook een eigen televisie. Dus ze kunnen ook televisie kijken. Gelukkig hebben we ook internet aan boord. Dus mensen zijn ook online bezig. Iedereen vermaakt zich uitstekend. In november zaten de vluchtelingen ook al een kleine week vast op het schip door het hoge water. Om gevaarlijke situaties te voorkomen mocht toen ook niemand de kade op en af. Naar verwachting is het aankomende woensdag weer mogelijk voor de vluchtelingen en de bemanning om het schip te verlaten.